Groba maakt machines voor de kaasverwerkende industrie. Dat wil zeggen dat wij apparatuur maken die kaas snijdt in porties, in blokjes, verwerkt tot geraspte kaas. Ja, alles wat te maken heeft met verwerking. Als je naar de supermarkt gaat, dan zie je in de schappen kaas liggen. Nou, op een of andere manier is al die kaas verwerkt tot een eindproduct. En daar gebruiken we onze klanten onze machines voor. Onze klanten bevinden zich in een aantal sectoren. Ten eerste is dat de zuivelindustrie. Dat zijn de bedrijven die de echte kaas maken. Die kopen onze machines om kaas te verwerken. Daarnaast is er een heel legio aan klanten dat kaas verwerkt. Die dus hele kazen inkopen om het tot een eindproduct te maken voor supermarkten of voor de foodservice. We hebben een aantal grote supermarkten ook als klant. En daarnaast doen we best wel veel in de convenience food sector. Dat is zeg maar de industrie die pizza's maakt of belegde broodjes en dat soort dingen. Daar zul je onze machines ook vinden. De belangrijkste afzetmarkt is voor ons het Europese marktgebied. Ooit is het bedrijf begonnen in Nederland met de schil daaromheen, Duitsland, België, Luxemburg. Dat heeft zich uitgebreid naar de rest van Europa. De laatste 10, 20 jaar zijn wij eigenlijk in alle continenten actief geworden. We hebben machines staan in Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Australië. Azië begint ook interessant te worden voor ons, dus in principe wereldwijd, maar wel als Europa als op dit moment als hoofdafzetmarkt voor onze producten. Elke markt proberen wij de juiste apparatuur te bedenken, zodat de eindklant van ons goed bediend wordt. Ik heb de overtuiging dat als wij die rol goed vervullen, dat dan de rest vanzelf komt. Dus een stuk omzetgroei, nog meer exporteren naar nog meer landen. Dus een hoofdzaak, de rol van expert goed invullen. Dat is een droom.